Buongiorno, i miei amici. Das Italiaans voor hallo vrienden, babidi poepie. En welkom bij een nieuwe aflevering van de South Park. Het is de troef. We zijn gebleven in de Italiaanse keuken. Dat merk je aan de grote hoeveelheid Italianen. Ook nog eens in een keuken. Het leek me leuk om voor deze video speciaal wat feitjes op te zoeken over Italië. Ik had een website gevonden met 22 interessante feitjes over Italië. Nou, ik heb de feitjes doorgenomen. Ze waren niet interessant, maar het waren er wel 22. Dus het was een klein beetje clickbait. Heel veel dingen zoals, ja, de pizza is in dit jaar daar uitgevonden. De pasta is in dit jaar daar uitgevonden. Een aantal verhalen van Shakespeare, die vinden plaats in Italië. Er was één feitje wat ik daadwerkelijk interessant vond. Dit is alweer een paar jaar geleden. De statistieken zijn nu iets anders. Wat moet ik doen? Wat? Je kan gewoon zijn beurt stelen. Je kan door middel van tijd reizen. Mensen hun attacks gewoon compleet overslaan. Dat is wel echt heel vet. Nee, in ieder geval een paar jaar geleden was Italië nummer 3 land wereldwijd met hoe oud mensen gemiddeld werden. De hoogste levensverwachtingen. De hoogste levensverwachtingen wereldwijd, die vind je in Japan. Gevolgd door Duitsland, gevolgd door Italië. Tenminste een paar jaar geleden. En ik moest een beetje denken aan, misschien worden ze in Italië wel zo oud omdat ze zoveel wijn drinken. Hey, heel goede timing in de game. Hij drinkt ook echt nu wijn en hij hield. Ik had natuurlijk laatst een video gemaakt over van die artikelen die beweren dat wijn drinken altijd super gezond is. Misschien worden ze in Italië wel zo oud omdat ze altijd wijn drinken. Maar dat is een beetje iets wat ze vaak noemen een willekeurige correlatie. Eén ding is zo, een ander ding is zo, dus die hebben veel met elkaar te maken. In Duitsland worden ze ouder, daar drinken ze minder wijn, dus dat bewijst ook alweer misschien een klein beetje het tegendeel. Misschien word je van wijn drinken juist heel, ga je juist heel snel dood. Noemen ze een willekeurige correlatie. Ik ken er twee hele leuke voorbeelden van. Eentje is, tieners gaan veel stappen, veel zuipen. Tieners hebben veel puistjes, dus van stappen krijg je puistjes. Of je kan het omkeren, omdat je veel, als je veel puistjes hebt, wil je graag gaan stappen. Ander voorbeeld is, de afgelopen jaren in de geschiedenis zijn er steeds minder piraten. De afgelopen jaren in de geschiedenis hebben steeds meer last van global warming. Dus piraten voorkomen global warming. Je kan niet zomaar zo makkelijk conclusies trekken. Wat ik in ieder geval wel gevonden heb, is ik vroeg me af, ja, als Duitsland op nummer 2 staat, Nederland lijkt in heel veel gevallen toch wel echt heel erg op Duitsland, of we het nou willen of niet. Wat zegt dat over Nederland en onze levensverwachting? Wij staan momenteel op nummer 14 van de wereld. Met iets, ja, meer, voor mij zijn er meer dan 200 landen in de wereld. Of waren er meer, of rond de 250 lag het, of rond de 150. Het is een verschil. Voor mij heeft Koen zijn special attack, of niet? Ja, oh shit, wat is de special van de Koen? Hij zit bij talkshows. Hij is beroemd. Dat is zijn special attack. Bitches! Wham! Nederland staat dus op nummer 14 wereldwijd. Dat is niet slecht. Zeer zeker niet slecht. We verschillen ongeveer een jaar met Italië. In Italië word je een geheel jaar ouder, gemiddeld. En in Japan 2 jaar ouder zelfs. Of het nou zin heeft om daarom naar Japan te verhuizen, dat is even de vraag. Misschien word je dan opeens daadwerkelijk gezonder. Maar voor mij gaat het getal ook redelijk omlaag. Omdat er zoveel luchtvervuiling is natuurlijk nu met al die smog en shit. Net zoals in China. De make the mouth water is goed, gast. Je doet maar. We moeten nu met z'n allen gewoon nog één gast verslaan. Ik wil niet zeggen dat ik goed ben in deze game. Maar dit moet lukken, denk ik. Zolang je niet te veel wijn drinkt en maar blijft healen. En blijft healen. Ik denk dat het voornamelijk wel echt een groot deel van de leeftijdsverschillen wereldwijd is. Heel erg groot dieet, geloof ik. In Japan eten ze heel veel vis en vrij weinig echt grote hoeveelheden vlees. Dus dat kan natuurlijk best wel heel erg helpen met, ja, hoe oud je daar wordt. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Oh, hij is nog dood. Nice! Die battle ging redelijk soepel. You win, victory. Pizzarelli, papermaker, whisky de fagocini. Nice, got you. Blijkbaar kun je dat dus vaker gebruiken tijdens gevechten. Gewoon mensen hun bird skippen door middel van tijdreizen. Geen idee hoe dat werkt. Ik zit nu trouwens te kijken. Volgens mij hebben ze een soort drugslab, of niet? Oké, okay, wat moet ik doen? Je diabetic rage aanzetten. We kunnen met time travel doen, net als de vorige keer. Dat je eerst je rage gebruikt. Dan heb je geen insuline meer, dan time travelen we. Of een scheetje natuurlijk. Hij kon niet tegen scheetjes. Zijn enige... Precies. Goed dat ik dit onthouden heb. Hij wordt heel boos van scheten.
truly told me that my mom first gave me diabetes. Oh, daarom zei de coon tegen je dat je moeder scheten op je liet. Om je ware krachten te vrij te spelen. Wat een lieve gast, de coon. Niet normaal. Press R to enter inspection mode. Wat de fuck ben ik allemaal aan het doen? Oké. Komt u maar. Dit is een redelijk agressieve manier om iemand in zijn gezicht te scheten, maar oké. Yes, get that diabetic rage. Het ziet er in ieder geval uit alsof ze redelijk een soort drugslab hebben of ze maken hun eigen wijn. Misschien zijn ze gewoon druiven aan het vergisten. I will, ik zal onthouden dat ik altijd in je gezicht kan scheten. Oh, we kunnen het nu gebruiken om bepaalde voorwerpen weg te halen. Dat is super chill, als we met Captain Diabetes zijn in ieder geval. Boogers and cum, yes. Ik kan er niet genoeg van hebben, joh. We kunnen hier naar binnen nu in ieder geval. Hey! Holy guacamole, what is this? Dat zijn de katten! Oh, man. Dat lost de game in één keer redelijk makkelijk op. Het boeit hem echt helemaal niks. Het boeit de koen helemaal niks. Dat we zoveel katten vinden. Nee, sorry, onze kat zit er niet bij. Laat dan maar. Hij heeft een goed punt. Hij heeft een goed punt. We kunnen dit even looten. Oké, dan. Voor de rest, leuk feitje over katten. Misschien. Wat best wel een groot ding is in... Even kijken hoor. Ja, ja, ik dacht al. Als we nou nu time travelen, staat het karretje weer links. En dan... Yes! Nice. Ik kan hier even wat shit kopen. Gewoon wat crafting, recipe shit. Gewoon even dingen waar ik weinig van in mijn inventory heb, koop ik even een paar van. Vaak als stelletjes uit elkaar gaan, heb je een soort scheidingszaak vaak en nog bepaalde dingen. Er is één ding waar ze in scheidingen ook nog best wel veel ruzie over maken, namelijk huisdieren. Als je samen een hond of een kat koopt, wie krijgt dan het dier? Nou, blijkt dus dat wanneer ze hier daadwerkelijk moeite mee gaan doen met rechtszaken en dat soort gezeik, 96% van de dieren waar ruzie over gemaakt wordt, honden, 1% van de dieren, katten. Dus bij een scheiding is het eigenlijk altijd gewoon, yo, neem jij de kat maar, oké, is goed. Maar de hond, nee, fuck jou, ik wil de hond. Misschien is het ook wel zo dat honden vaak duurder zijn. Dus dat de kat kan vaak één persoon gewoon kopen en dan heb je gewoon, ik ben de baas, klaar. En de hond koop je misschien sneller samen. Misschien dat een dingetje is, I don't know, dat werkt. Maar wel grappig dat veel meer mensen moeite doen om honden te houden na zo'n echtscheiding. Honden zijn ook gewoon beter, sorry katliefhebbers. Dit is fucking maffia of zo? Tuurlijk is het de maffia, het zijn Italianen. Herken me ook echt. That's Captain Diabetes. Oh jeetje. Zijn wel Tony Soprano looking motherfuckers. Kunnen we nu gewoon de time travel gebruiken ofzo? Dat we gewoon niet naar binnen gaan? Oh, dit werkt! Thanks, Randy! The worst drunk there is! Thanks, Randy! Ah, je hebt natuurlijk zijn autosleutels nog steeds. Je hebt echt 2 afleveringen geleden van hem gestolen. Hij wil ze terug. Red wine drunk Randy. De boss battle die we allemaal verdienen. Duidelijk. Duidelijk. We kunnen meteen weer een beurt van hem skippen. Nee, sorry. Ik heb ook geen aanval voor jou. Hoppa. Ah, die vrouw op de achtergrond zegt ook, nee, dat mag niet. Sorry hoor, dat is niet eerlijk. Oké, dan. We mogen eens eerst aanvallen met de Kuhn. Ik wil het liefst even met zijn nagels, want voor mij krijgt hij dan bleeding damage. Maar dat kan niet echt vanaf daar, dus dan doen we maar gewoon even dit. Hop! Oh, die moved hem net ook, ja. Paats. I feel no pain! Goed punt. Als je natuurlijk heel erg veel gezopen hebt. Het is wel een ding dat als je vaak heel veel drinkt, dat je, ja, je pijntolerantie gaat best wel omhoog. Maar we waren vroeger ook gewoon stuntmannen. Ik kan vanaf hier echt niet echt wat doen. Er waren vroeger stuntmannen die gewoon als strategie hadden dat ze gewoon heel veel gingen zuipen.
En dan merk je gewoon een stuk minder van de pijn. Ik geloof wel dat de pijn ook een stuk schadelijker kan zijn voor je lichaam met bloedverlies en dat soort dingen. Met wat alcohol voor je bloed doet. Dus of het echt een goed idee is. Als je ook nog een weddenschap hebt met je vrienden of zo, kun je zoiets proberen. Ik had iets gelezen van een gast die was heel bezopen. Toen hadden een paar vrienden zo'n pistool van die rubberen kogels schieten die de politie vaak hebben voor hun. Poep emoji. Er waren een paar vrienden. Een van die vrienden had zo'n... Nou, dat is niet helemaal hoe je netjes wijn drinkt, maar oké, okay, Randy. Oh shit, hij gaat wat doen. Kan ik zijn attack cancelen? Nee. My keys. Sorry, komt goed. We got this. Oh man, hij mag wel vaak aanvallen nu opeens. Vind ik niet zo tof dit. Moeten we 3 beurten wachten of zo? Is dat het? Want er staat een soort symbooltje onderin. Of houdt het in dat ik gewoon zijn attacks moet blokken? Oh nee, we mogen al. Prima. In ieder geval, die gasten waren heel erg dronken geworden. Toen heeft één gast met zo'n rubberen kogel op die andere gast geschoten toen hij heel dronken was. Daar kregen we $100 voor, maar had wel flinke bloeduitstorting. Gek genoeg, wie had dat verwacht? Ja, zet maar even in de brand. Dat wil dan nog wel helpen. Zo. Ja, we zijn een klein beetje aan het winnen, mevrouw. Het spijt me daarvoor. Even kijken. We kunnen hem raken vanaf daar met Captain Diabetes. We kunnen dit doen, maar dat raakt echt net niet van welke positie dan ook. Laat dan maar. Laat jouw beurt maar zitten. Humankind kan nog iemand beschermen ofzo? Dit doet toch iets? Oh, dan hield hij ze ofzo. Chill. Heal up! Yay! Een tornado van fijne winden. Randy gaat toch ieder moment dood. Hij is toch aan het sms'en. Hold on. Be home soon. Looking for my fucking keys. Heart echoes. Ik probeer dus telkens weer de time travel shit te doen, maar het lukt niet helemaal. Is hij al bijna dood? Hij gaat ieder moment dood, toch? Onze special attack meter zit ook bijna vol, trouwens. Bijna vol. Ultimate ready. Oké. Ik heb een plan. Ik wil de ultimate van de humankind doen. Dus, oh shit, hij mag weer aanvallen. Verdorie! Ik wil mijn ultimate doen, Randy! The power of red wine. Inderdaad. Niet doodgaan, nee! Ik wou het ultimate doen, nou! Alright, I'm gonna take a cab. Doe je goed. You win. Very nice. Nether Talisman, Captain Diabetes character sheet. Whatever that is. Prima. Weer een battle gewonnen door Captain Diabetes. Trying to bring the Italians and Chinese crime families together and shit. Enough small talk. Where is Scram? We zitten echt helemaal balls diep in de maffia. Maar nee, we willen alleen die $100 voor die kat. Oh shit, y'all just want a cat. So then there's just some low-class asshole started working 2 months ago. He be talking all this shit about making money off the crime in the city cause some big shot white boy be running all the drugs and all the hookers and shit, right? Okay. I'm my own pimp, you know what I'm saying? It's like I got one investment in this world, and that's my pussy, and I ain't putting no mortgage on that. Hij heeft een goed punt. I pay a nigga talking about trying to make more money off crime and shit. You go, girl. I'm sorry, but what about the cats? Oh, that cats? Okay, that's this little Asian freak named Yakibaba or some shit like that. He going around paying all these little sixth graders to take people's cats. That's fucked up. I think taking that pussy and, like, taking mine, you know what I'm saying? That's like criminal shit. Where do the cats go? I can tell you. But I ain't saying shit until I know I'm safe, you understand? These niggas ain't playing. And I need to know who's gonna protect my ass. Eric Cartman, do you have any idea what time it is? This is a school night. Mom, not now. We're seriously onto something. You kids all get home now or I'm calling your parents. Okay, doei. Please don't tell my mom. And who is this stripper woman? Nou, dat is niet aardig, hè? Ik hoop dat zij een playable character wordt. Dat ik de rest van de game als strippervrouw kan spelen. Oh, die is snel weg. And now, the news program that starts your day de volgende dag. Good morning, South Park. Morgen. Good morning, South Park. A new vigilante took to the streets last night and is apparently single-handedly taken down the Famboni crime family.
Here with more is a midget in a bikini. Midget in a bikini. Tom, I'm standing outside. There's a midget in a bikini. Where the vigilante declared war on crime in South Park. Security camera footage showed a young person farting in people's faces on their balls. It was just terrifying. The kid came in and just started farting on people. It was out of nowhere, man. Maybe someone's finally standing up to what's wrong with this city. This new kid's a hero. The kid's a menace, if you ask me. How long before he or she kills an innocent person? How long before Daredevil becomes the Punisher? Huh? Three seasons! Police called to the scene, found a treasure trove of illegal items that they claim might tie the Italian restaurant to a larger crime syndicate. This made groot nieuws gewoon. Goed gedaan. Certainly chilling stuff, and there are reports the vigilante possibly had a sidekick. There was thought to be a sidekick, Tom, but further investigation showed it was just some little twerp with diabetes. Thanks, Mitch, and of course, the question arme Captain on Diabetes. Now, hij is geen sidekick, hij is gewoon een diabeet. This is going to make us look bad. You fucked up. It wasn't our fault. This kid just came into the restaurant and started fucking. De politie werkt samen met de maffia. Het is gewoon een soort fucked up, diepere storyline shit. The Chinese and Russians do the rest. Everything has to be discreet and quiet, or people are gonna learn the truth. Oh nee, niet de waarheid. Put the product into people's drugs and alcohol in order to create more crime. Wat? You just keep doing your part. Dat was een aflevering over dat je high werd inderdaad van cheese. Well, maybe I'll start kattenpis. With the Russians, or the Chinese, or dus stoppen we allemaal kattenpis door de drugs heen. Zodat er meer misdaad is. Zodat de politie meer werk heeft, denk ik. Logisch. Best een strak plan, moet ik zeggen. Niks mis mee. Oh, man, what a great sleep. Yeah, I haven't slept that well in weeks. So, you guys do anything interesting last night? Oh, no, you know, the usual. Just watch some TV and went to bed. Yep, nothing exciting in our boring lives. Well then, I guess I'll just be seeing you guys tomorrow. Yo, doei allemaal. Nee, maar dat ze nu doen alsof ze geen superhelden zijn. Dus ja, ik heb gisteren helemaal niks gedaan eigenlijk. Niemand weet wie de Coon is. Wie zou het toch zijn? Oh. Woep! Boom shakalaka. How do you do that? That was dumb. Ja, best wel. Kan ik de school eigenlijk in? We zijn natuurlijk al lang geweest. En er zijn niet echt heel veel nieuwe dingen te doen. Misschien wat nieuwe personages of zo mee te chillen, maar... Deze man. Okay, but no screwing around. Yes, extra selfie. Don't screw around. Oké. Okay. Well, okay then. Ik deed niks. Dat was een goede objective. Doe niks. Mr. Adler. Toen er even een Koenstagrampie gepakt. Misschien okay, dat meer mensen nu vrienden willen worden around. Via Koenstagram. Oh, another? Okay. Oh, ik heb al een selfie met deze chick, of niet? Pats. Hier. Dramatisch filtertje eroverheen. Pats. Zo op mijn Koenstagram. Vers erop. Oh, dit is ook eentje die ik al gedaan heb. Dan kun je dus ook filters kiezen en zo. Prima, maakt niet uit. Waar moeten we heen momenteel allemaal? We kunnen gewoon even verder lopen. We zijn in ieder geval weer in ons... Ah! It's time for us to get the information we need from Classy. Any good superhero should know how to interrogate. Get over to Jimmy's house and find out what she knows. Koenant! Oké, we moeten dus naar Jimmy's huis. En de stripper interviewen, verhoren. Even kijken. Hij is daar. Dichtbij zijn de fast travel. Daar zo. Prima. Kan je me niet gewoon meteen meenemen naar je huis? Zeg maar, jij komt me halen. De gast naar wiens huis ik moet gaan. Maar prima, prima. Niet te veel kritiekjes. We gaan al die kant op. Nou, dat is een suicide bomber. Geen zin daarin. Geen zin om te vechten met Professor Chaos. Hij is te sterk voor me, sowieso. Kan niet anders. Oké, we kunnen lekker deze kant op. En dan... Is het hier? Ja. Oké, dan. Nice. Naar binnen. What up? Sub-hero. Don't be farting in my face. Boeit er ook helemaal niks. Is gewoon lekker bij Fastpass thuis aan chillen. Super homies is here. Oh, hey new kid. The coon told me he wants you to question the witness, so go ahead. Have at it. Hele flauwe grap dit. Ah, hij praat niet. Ah, waarom gaat hij haar verhoren? Ja, dat hele goede vraag. Waarom eigenlijk? Using the silent treatment can really make a witness antsy. Hey, look, I know y'all need my help and shit, but I ain't talking to you. Go get my medication. Your medication? Yeah, I can't think straight without my medication. Moet eventjes naar de apotheek. Prescription, alright?
Until you get my prescription, I ain't telling you little heroes fuck all nothing. Okay, prima. Well, all right, fine. Looks like you got more work to do, new kid. But before you go back out in the world, I want to show you something that might help your crime fighting. Let's get up to my room, the bed. Fast. Hop. What is this? All right, new kid. It's time to take your superpowers to the next level. Go ahead and stand in the DNA fibrillator. Okay. Alright, new kid, just stand still and I'll talk you through this. Is het een beetje een nieuwe wetenschappelijke techniek of is het allemaal een beetje bewezen? High pain threshold, inhuman accuracy, mutant strength DNA. Check out the new hero DNA slot I opened up for you. Ah. Stuff you insert here will make a big impact on your combat. Okay, edit. Your combat effectiveness. Pick the one that best suits your power loadout. Okay. Keep in mind that a big damage. We hebben high pain threshold. Kind of like maak je. Or so I read. Geef je vooral je health veel hoger, maar je bent minder snel. Je hebt hier inhuman accuracy, ben je sneller van, maar je health gaat omlaag. En je hebt mutant strength, daar gaat alleen je kracht van omhoog met 20%. Laat ik dat maar gewoon doen. Ja, geen negatieve effecten, alleen maar positiviteit. Doe ik het voor. Booty. Oké, prima. Even kijken, we kunnen even gaan naar onze artifact shit, want dan heb ik echt al te lang niet meer mijn artifacts bijgewerkt. Ik heb al een hoop nieuwe dingen gevonden en shit. Kan ik hier ook artifacts instoppen? Nee, die kun je alleen ieder moment editen. Oké, dan. Hoe verander ik dit? Edit. Oh, ik kan hem met deze replacen, met de nette talisman. Ja, die is echt veel sterker. Oké, dan. Rev 11 eerst. Ieder slot heeft dus bepaalde dingen die erin kunnen. We kunnen even kijken of we nog dingen hebben die echt hele andere stats hebben, maar... Niet heel erg. Dit is eigenlijk wel gewoon de beste die we hebben in die slot. Allemaal dikke, vette Gucci, prima. We moeten dus nu naar de apotheek toe, denk ik. Dat is helemaal prima. Misschien kun je dat beter de volgende aflevering doen. Ik heb geen idee waar die apotheek is. Dat is vooral een beetje het probleem. Dan kan ik het eerst even uitzoeken. Go to medicinal fried chicken. Ah. Ja, die hebben we eerder gezien. Dat was een hele grote KFC. Alternate universe collide again. Meet human kite at Kyle's house. We hebben twee quests tegelijk momenteel. Oké, we kunnen dus gewoon kiezen. Ik denk dat de main story interessanter is dan naar Kyle toe gaan. Tenminste, ik ga ervan uit dat de main story is. Het mysterie oplossen met de stripper en zo. Even wat willekeurige mensen op de foto. Prima. Ik weet echt niet of je er nog wat aan hebt. Al deze mensen, heb je er nog wat aan? Geeft het je een voordeel in battle of... Een achievement? Iets? I don't know. Je Instagram level gaat omhoog. Dat is leuk. In ieder geval, hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering van South Park! The Fractured Butthole. Volgende aflevering, meer daarvan. Vorige aflevering, ja, ook meer daarvan. Even kijken. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!